Vertel eens, waar gaan we nu naartoe? We gaan naar het Erasmus MC. Oh, en wat gaan we daar doen? Ze hebben daar een Google Glass en die gaan ze tijdens een echte operatie gebruiken. Ja. En ik weet niet waar ik tijd kijk. Welkom in het Erasmus MC. Ik neem je vandaag mee naar onze eerste live uitzending van de operatie. En niet met een gewone camera, maar met een Google Glass. We gaan nu naar de OK. Het gaat beginnen. Klaar? We gaan de live demonstratie uitzenden. Nou, heel veel succes. Yes. Doei. We gaan zo meteen de eerste live demonstratie uitzenden met de Google Glass bril. Kom. Hallo. En mooi is van deze bril is dat studenten precies kunnen zien wat de chirurg ziet tijdens het opereren. Doordat je dus zo dicht erop kan zitten, geeft het eigenlijk ook wel een ander beeld van hoe je zo'n operatie zou benaderen, denk ik. Dus dat is een heel groot voordeel. Het uiteindelijke doel van dit project is om een nieuwe onderwijsvorm te introduceren voor de medische studenten in hun derde jaar van de opleiding. Met deze live demonstraties proberen wij deze studenten, geïnteresseerde studenten, gemotiveerde studenten, dichter bij het vak brengen. Dus dan kunnen zij de opgedane kennis eindelijk in context te plaatsen. Dan zien ze het bij het levende patiënt, ze zien de levende anatomie, maar ook de klinische achtergrond komt daarbij kijken. Eigenlijk zijn we dit gestart in het kader van onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering. Ons project heet Project Life. En binnen dit project gaan we kijken of we middels live demonstraties dus een nieuwe onderwijsvorm de kennisoverdracht efficiënter en effectief kunnen laten plaatsvinden. Eigenlijk is het project op zich al een grote uitdaging voor me geweest. Dit omdat vooral, het is een nieuw initiatief voor ons en totaal onbekend terrein. Dus iedere stap die we zetten binnen het project is voor ons al een uitdaging op zich. En dat maakt het alleen maar spannender. En we zijn weer terug. Ja. Ging goed toch? Vertel jij maar, ja. Ging helemaal goed, vanaf het begin tot einde. Was in het begin heel erg spannend, maar daarna was de spanning weg. En we hebben het aan één stuk... de hele operatie live uitgezonden. We hebben het gezien. Ja, alleen nu is het spannend wat jullie ervan vonden. Ik ben erg benieuwd. Succes. Vind je het leuk? Ja, was leuk. Ja, je kon precies zien wat de operateur zag. En dat zie je niet vaak. Dus dat vond ik wel mooi. Ja. Waar je vanaf het begin eigenlijk niet bij stilstaat of niet over nadenkt, is het feit dat je juist gaandeweg het proces nieuwe ideeën, nieuwe inzichten gaat ontwikkelen. En dat krijg je niet van tevoren als je dat met het project start. Het heeft natuurlijk te maken dat er meerdere partijen bij betrokken zijn. Er wordt vanuit het onderwijs meegedacht. Onze afdeling is actief bezig, afdeling plastische en reconstructieve chirurgie. Ook vanuit de technische kant wordt er steun geboden om het goed in goede banen te leiden. En verschillende invalshoeken zorgen ervoor dat het bodem eigenlijk levend is voor het ontstaan van nieuwe ideeën en nieuwe inzichten. En wat mij betreft, innovatie is eigenlijk in beweging blijven. Dus je moet vooral in beweging blijven, dingen doen, gewoon doen. Wil je nieuwe dingen verder goed ontwikkelen.